Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 9 maart. Leren om in iedere situatie tevreden te zijn. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 11. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. De Bijbel leert ons om tevreden te zijn, ongeacht wat de omstandigheden zijn. De apostel Paulus schreef: niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Tevredenheid is een besluit om blij te zijn met wat je al hebt. Helaas leren we meestal tevreden te zijn door een lange tijd in ontevredenheid te leven en uiteindelijk te zeggen: Heer, ik wil niet langer op deze manier leven. Maar zo hoeft het niet te zijn. Je kunt ervoor kiezen om elke dag tevreden te zijn. Dit is meer waard dan alle materiële bezittingen die je in je hele leven bij elkaar zou kunnen verzamelen. Paulus maakt dit duidelijk toen hij in 1 Timotheus 6 vers 6 schreef dat de godsvrucht, vergezeld van tevredenheid, een bron van grote en overvloedige winst is. Wat zal ons zeker gelukkig maken? Elke dag kiezen voor tevredenheid in de Heer. Tegen God zeggen: Heer, ik wil alleen datgene wat U wil dat ik heb. Is de enige manier om ware vrede en blijvend geluk te hebben. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik wil alleen wat U voor mij wilt. Net als apostel Paulus kies ik ervoor om in alle omstandigheden tevreden te zijn. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.